tegen Vitesse. Met dus aardig wat wijzigingen. Lauwers maakt zijn eredivisie debuut. Speelde wel in de eerste en in de tweede divisie. En Odestanio, hij speelt in beroep tegen zijn schorsingen. Vandaag komt dat zeker goed uit dat hij mee kan doen. Omdat Robert Muren er dus niet bij is. Dit is Barry Lauwers. Hij dus in de eerste divisie al een paar keer in actie geweest. Keukenkampioen divisie. En in de tweede divisie met Jong Volendam bovendien. Maar heel veel absenten levert ook op dat bijvoorbeeld Rob Tol in de wedstrijdselectie is opgenomen voor het eerst. 19-jarige Volendam op verdedigen. En Karel Eiting is de aanvoerder. De opstelling van Vitesse is niet zo verrassend. Japie speelt in plaats van Akkoes, die is geschorst. En terug op het middenveld is Bero terug naar een schorsing. En hij vervangt Van Ginkel, die niet op kunstgras speelt. En voorafgaand aan deze wedstrijd een moment om Wim Kras te herdenken. Volendammer, die nog steeds de jongste eredivisie-speler ooit is. 15 jaar en 290 dagen. Deze week overleed hij. Vandaag was zijn uitvaart. Dus een moment om even hem te herdenken. En bij Vitesse zullen ze dat moment ook toch ook wel aan Atsu denken. Hoewel de supporters van Vitesse ook een rustig Wim Kras spandoek bij zich hebben. Ja, ondanks een flink contingent aan afwezigen bij Volendam door ziektes en door blessures. Geen Mirani, geen Veerman, zit er wel op de bank. Mirani, voor de winterstop nog de aanvoerder van Volendam. Is zeer nadrukkelijk zijn basisplaats kwijtgeraakt. Weer de overname en dit is Scherpen die ver voor zijn doel staat. Dat is op zich niet zo onlogisch en Odestanio ziet dat. En Bouyamba kan niet terug en dan komt er een twijfel in. En is dit Bialek die de verre hoek moet zoeken, dat ook wel probeert. Maar dan de misser heeft. Nou, dan slaat de twijfel ineens toe. En dan gaat de bal naar binnen, wat nooit mag. En ineens schrik het mis bij en Bouyamba. Daar van Flint. Antonucci. Het Meulensteen. Bal is goed en dan Van Michum. En dan wordt die bal nog even van richting veranderd door Issimat Mirin. En dan is het in de 12e minuut 1-0 Volendam. Door Derwel van Michum. En ook dit is weer een voorbeeld van hoe Volendam speelt. Het hoeft niet per se de hele tijd de bal. En dan komt die bal voor. Heeft Van Michum wel erg veel ruimte trouwens. Nou, kan dit nog? Ja, nou, Murkin loopt echt overal op. Dus deze mislukte bal is zo mislukt niet. En dan slaat toch een klein beetje de paniek toe achterin. En dan van Atsu wordt gescandeerd. De lichtjes gaan aan. Dat heeft met minuut 19 te maken. Met rugnummer 19, Christian Atsu. En ook de Volendam-fans staan op, applaudisseren voor Christian Atsu. De oudspeler van Vitesse, die overleed. Als gevolg van de aardbeving in Turkije. Horos. De bal op Manhoef, Vidovic, daar Bero bij de bal proberende te komen. En dan Bialek. Met een goede kans. Daar was Vitesse dichtbij. En Volendam is gewoon een lastig te kloppen tegenstander. Wordt de laatste tijd wel duidelijk. Zeker op eigen terrein. Bialek. Bialek in tweede instantie. Bal voor van Japie.
Flamingo. Dat zijn de ballen waar ze op loeren bij Volendam. En dan zijn ze ineens gevaarlijk met Orestanio. Orestanio op de paal. En dan is de vlag omhoog gegaan voor buitenspel. Maar één verkeerde paas. En je brengt jezelf tegen dit Volendam gruwelijk in de problemen. Daar de bal naar Orestanio. Het zal niet buitenspel geweest zijn. Iemand liep in de buurt. De bal op de paal. En zo speelt Volendam een beetje aasgieren voetbal. Wachten op de momenten dat er iets te halen valt. Nou, doen ze dat over het algemeen. Dus zeer vakbepaald. Elk moment van balverlies is er eentje. Nou ja, dat hij er niet in gaat. Die fataal kan aflopen, want hier weer Orestanio. Weer een foutje. Bam, aasgieren voetbal. Profiteren. Een jagende Henk Veerman. En die gooit meteen snel. En dan is daar de volgende kans die er niet in gaat. En op een andere manier weet Isimak die bal dus aan te verdedigen. Dat hij ernaast krijgt. Naast het doel. Maar daar waren ze toch weer even. De felheid. Dat heeft Jong er wel in gekregen. Dat is ook iets wat het grote verschil is met voor de winterstop. Veerman. Merkin. Je kan die bal eigenlijk bijna blind gewoon die kant op geven. Want je weet dat die Merkin toch wel komt. Veerman. Merkin. Flint. Veerman. Terug Flint, jazeker. Prima gespeeld en hard van langs en binnen. Het is Van Mieghem met zijn tweede. En weer over die linkerkant waar Merkin belangrijk is. En waar Veerman dat ook is. De tweede van Mieghem zorgt voor een 2-0 voorsprong. En een blije Jan Smit. Met een hoofdrol ook in de voorbereiding van Henk Veerman. Flint ook zeer belangrijk in deze actie. En Flint geeft hem voor, de assist is voor hem. Het hakje van Veerman, het doorgaan van Flint en het intikken, het inglijden van Mieghem. Het staat 2-0. De Arnhemmers zijn er tot nu toe nog niet heel erg goed doorheen gekomen. Dat kan misschien nu veranderen. Als Manhoef de bal geeft en daar is het Bialek. Maar het is ook geen wereldspits. Nummer 14. Dus heeft Cocu een probleem. Dit ook. Dit is gewoon heel slecht ingeschoten. Dit lijkt een goede bal, maar daar is ook Lauwers. Het is misschien wel zijn meest lastige moment. Daar leest hij de situatie goed. Met redding. Eigenlijk een goede bal, daar is de beweging. Dan loopt het net niet voor Vidovic. Flamingo. Witek. Van Duivenbode, dat is nog een aardige bal waar Piero misschien wat mee kan. Komt er net niet fatsoenlijk bij. Witek. Van Duivenbode en Flamingo. Maar gepakt door Lauwers. Althans probeert daarbij te komen. Eiting. Vliegend vlug en dan is dit de uitgelezen kans op 3-0. Maar dan gaat die bal naast van Walid Uchik. Dan was de buit zeker binnen geweest. Eiting heel snel bij. Uchik die hem naast schuift.
Holtzik. En Scherpen wist dat die bal over zou gaan. Manhoef. Meulensteen. Ja, nog een kopkans en dat wordt net naast gekopt door Jonathans. Dat was nog een mogelijkheid geweest om een spannende slotfase van te maken. Miliano Jonathans. Deze wedstrijd is over, is voorbij, is gedaan en is in Volendams voordeel geëindigd. Door twee treffers van deze Derrol van Wiegem, die voor het eerst in zijn carrière in één Eredivisie-duel twee goals maakte. Eentje voor en eentje na dus. Zeker voor die tweede was Henk Veerman ook zeer belangrijk. En zo neemt Volendam wat afstand van de onderste plaatsen. Er werd voor de winterstop geroepen. Ja, er is één ploeg die zeker degradeert. Dat is Volendam. Nou ja, dat is buiten de Volendammers zelf gerekend dan. Want zij weten ook hoe je degradatievoetbal speelt. En hij is een Eredivisie debuut meteen de nul gehouden. Bardi Lauwers. In een wedstrijd waarin zijn ploeg niet tot voetballen kwam. Slordig was aan de bal. En heel weinig creëerde.